Dat duurt dikwijls heel lang. Breda Nu. Je weet het meteen. Het vervoert bejaarden naar de supermarkt en haalt ze vervolgens daar weer op. Het klinkt als een taxi en dat is het ook. Toch weet de boodschappenbus zich op een bijzondere manier te onderscheiden. Nou, de boodschappenbus is eigenlijk in leven geroepen omdat wij vanuit onze organisatie dan veel vragen kregen voor boodschappenhulp. Toen hebben we gekeken van nou, wat zijn er voor mogelijkheden. En een collega van mij die wist dat Raffi een bus had en die niet altijd rijdt. Dus we zijn met hun in gesprek gegaan om te kijken van kunnen we een samenwerking opstarten dat wij gebruik maken van de bus, vrijwilligers erbij vinden en dat we dus eigenlijk die bus ter beschikking krijgen. Nou, daar hebben ze ja op gezegd. Waarom heeft u hiervoor gekozen? Wat vindt u zo mooi aan het boodschappenbusinitiatief? Het is leuk om mensen te helpen. Wij zijn hier op een afgesproken uur. We zijn terug op het winkelcentrum op een afgesproken uur. En een deeltaxi die gaat vaak een rit maken met de verschillende adressen en dat kan over een groter verzorgingsgebied zijn. En dan kan het langer duren voordat je thuis bent. Mevrouw, wat vindt u nou zo fijn aan de boodschappenbus? Ja, dat je niet zo lang hoeft te wachten. Als je deeltaxi, dan moet je betaald dingen 1 uur. En dan komt ook het busje. En met teruggaan ook weet u precies hoe laat. En dan kun je op je gemak je boodschapjes doen. En dan weer mee terug naar. Neemt een stuk minder stress met zich mee. Ja, in die zin. Ook dat, ja. Dat wachten, dat duurt dikwijls heel lang. En hier zo, dan kan ik mijn boodschappen doen. En dat vind ik ideaal. Dan gaat hij daarin. Breda Nu. Je weet het meteen.